Hallo lieve kijkers, welkom bij een nieuwe Disneycraft video. We hebben er lekker veel deze week, maar dat mag ook wel na deze fantastische opening waar we al heel veel mensen hebben gehad. En zoals vorige keer beloofd toen we in Space Mountain zaten, zouden we naar de Lion King gaan. En ik ga deze attractie echt voor het eerst doen. Het is een loopattractie, het is een avontuur. Het zijn jump maps geloof ik weet niet wat het allemaal is. We zien het gewoon met z'n allen na het intro. Intro doet het niet. Oké, people, let's go to work. En je hoort het al, we hebben een eregast, gastin eigenlijk. Het is Sandra die op Gio Vanny zijn account speelt. Ik wou bijna haar account. Sorry Gio als je dit hoort. Maar het is een zij, dus misschien dat ik daar in de... Het is Sandra! Hi. Je kent die wel van de video's van de Tilburg Scammers, als je hem niet hebt gezien. Ja, gewoon kijken. En Sandra, jij vindt het heel raar hè, Minecraft? Ja, dus je speelt het nou voor de derde keer in je leven ofzo, of niet? Tweede. Tweede keer in je leven, echt ongelooflijk. En, wat vind je van onze poppetjes? Kijk, hier zie je liever Pikachu en een Kermit. En Oscar. Vind je ze schattig? En Oscar, kijk hier, schele hoofd. Of vind je ze schele hoofd? Prachtig. Ja, is mooi. Nou, we gaan hier binnen en dit is, ja, Simba staat er, dus dan is het natuurlijk Jungle Book. Nee, nee, we gaan in Lion King binnen en dat is een loopattractie. We zien een struisvogel, die heeft ook net een eitje gelegd, weet je wel. Het is echt verschrikkelijk druk. Ah, schattig. Schattig eitje. Ja. Nou, ik ga proberen de attractie, als het te druk wordt, dan gaan jullie maar vast allemaal naar voren. En dan gaan we het verhaal verlezen op de bordjes. En ik ben benieuwd naar dit verhaal. Dus het... ja, dit was vroeger, de Lion King was vroeger een attractie. Dat je met een karretje, treintjes ging door een baan. En nu is dat eigenlijk een loopattractie adventure map geworden. Welkom avonturier, we gaan op pad om een aantal leeuwen te spotten in de jungle. Nou, ik zie hier al een hele aparte auto. Staat hier een verlaten auto. Zouden er nog meer mensen op leeuwenjacht zijn geweest? Wat denk jij, Sandra? Geen idee. Nee? Jij denkt van, nou, er staat hier een random auto. Er is geen bedoeling bij. Ja. Daar gaan we door. Pas op! Waar ben je eigenlijk, Sandra? Oh, je staat daar. Hier, pas op. Ik ben ergens achter. Daar staat een kudde met neushoorns. Probeer ze niet te lokken. Houd shift ingedrukt en wees stil. Oké, nou dan druk je op shift. Nee, stil. Oh. Ja. Ik kan het zo niet. Het gaat goed, Sandra. Hou nog even de shift-knop ingedrukt. Oh, sst. Sandra, sst. Ze komen achter je aan. Sst. Oh my god, nee. Het mooie van Minecraft is dat het niet beweegt. Oké, er staat iemand voor het bordje. Ga eens weg! Ik wil lezen. Gelukkig, de neushoorns hebben je niet gezien. Oh! Pas nog wel op, het gevaar is nog niet geweken. Hoor je dat, Sandra? Het gevaar is nog steeds niet weg. Probeer ze niet te storen tijdens een middagtukje. Kijk uit, het kroet hier. Het krioelt hier van de krokodillen. Oh, is dit een krokodil? Ik kan erop springen, ja. Echt, ik snap niet waar je mee bezig zijn. Achterlijke activiteiten van jullie. Nee, ik dacht dat het salamanders waren, maar oké, krokodillen. Hey, Sandra! Ja? Een kamp! Zouden er nog mensen in de buurt zijn? Het lijkt erop dat ze zijn verslonden. Nou, wat een vrolijke attractie hier. Ja. O jee, ik zie een tentje staan in de moeras. Er is ook helemaal jungleplant overheen gekomen. Ik denk dat ze zijn verslonden. Het is niet anders. Ja. Pas wel op dat je geen kokosnoot op je hoofd krijgt. Oh, staat er iemand voor? Wil jij een kick? Doei! Kijk, wat een leuke aapje zie je in de bomen. Oh, wauw. Aapjes. Aapjes. Oh, er staat nog een levend aapje. Oh, Sandra, wacht. Levend aapje. Kijk uit. Heel rustig voorbij lopen met shift, anders ga je dood. Ook stil zijn. Hup, kokosnoot. Oké, aapje is boos. Dat is een Pikachu. Dat is een onrealistische attractie geworden dit. Oh, en die komen bij Timon zijn mond. Hé, een grot. Zou je naar binnen mogen van Pumbaa? Pas op, de grot is niet zonder gevaren. Sandra, ga jij maar eerst. Nee. Ja, ik vertrouw het niet. Ik vertrouw er niks van. Nee, ik ook niet. Wel uitkijken hoor. Eeuw. Deze god wemelt van de reuzenspinnen. Pas op dat ze je niet vangen. Sluipen is de beste manier. Oh shit. Ja, ik ook. Ik zie nog geen spin. Bang. Het lijkt alsof hier al eerder mensen waren. Oeh, allemaal bloed. En zo te zien is het niet goed met ze afgelopen. Oh jee. Oh. Ik ben bang. Sorry voor het geluidje. Ja, sorry, ik moest even mijn telefoon of mijn televisie raken. Sandra, jammer. Je zit een spin. Oh nee. Oh jee. Uitkijken. Oh jee. Wat? Ik ben ergens ingevallen of zo. Waar ben je? Oh. Kom hier. Hoor je dat geluid? Hoor. Hoor je het? Oh, het is een geluid van spinnen, hoor. Hoor je het? Nee, ik hoor het eigenlijk niet. Heb je geluid wel aan van Minecraft? Ja. Jammer dit. Ja, jammer. Ik heb een potje overgeslagen. Oh, heb ik een potje overgeslagen? Waar? Hier. Oh, excuus. Mogen de mensen lezen als ze zelf de attractie doen? Gemeen, hè? Ja, een krater. Wat zou hier gebeurd zijn? Probeer er overheen te komen. Pas wel op. Oké, er wordt een vriend. Oh, Dennis, je verpest het weer. Auw. Altijd die Belgen. Dennis. Belgen. Ik kan ook helemaal naar achter nog, hè? Naar Plopza. Ik ga daar niet naar kijken. De uitgang. Zouden de leeuwen buiten te vinden zijn? Neem eens een kijkje, maar wees op de hoede. Waar ben je? Ik ga je redden. Oh, je zit hier, joh. Kom, klim naar boven hier. Klim naar boven. Waar? Hier zo. Ja? Goed zo. Klim hierop. Ja? Je kan het. Kom, je bent een knight. Kom op. Ik kom hierheen. Kom maar mee. Zo, kijk eens, alsjeblieft. Geweldig. Kom maar. Helemaal alleen. Wee. En de firework. Disco is a firework. Een hele kudde van dieren. Oh, ik kan niet lezen. Zou hier wat aan de hand zijn? Het lijkt hier wel een scène uit de Lion King. Hola, bela, bola, bela, bela, bola. Wat een toeval. Wat een toeval dat hier ook de Lion King Simba staat. Echt, hè? Ah, er is een ceremonie bezig. Wees zo stil mogelijk. Nou, we moeten alleen maar stil zijn in die attractie. Ja. Echt, hè? Wat doen we? Mensen gaan gewoon er langs. Je moet wel een beetje freerunnen, mensen. Of nou, freerunnen is niet goed. Een beetje jumptricken moet je, hè? Een beetje jumptricken. Maar hier is de ceremonie. En daarboven zie je het aapje, Sandra. Wacht even, ik ben er nog niet. Al die dieren, maar nog steeds geen leeuwen gezien. Waar zouden ze nog zitten? Misschien wel in de grot. Moeten we weer de grot binnen? Alweer. Nee. Misschien zijn er wel weer... Misschien... Oh, hier. Wat zijn dat nou voor gekke beesten? Misschien zijn ze wel gevaarlijk. Pas dus goed op. Of Liru wist niet wat het waren voor beesten. Of hij deed dit voor de gein. Maar dit zijn de hyena's. Je moet de hyena's voorstellen. Ja, maar ik vind het wel realistisch goed gelukt. Zeker weten. Ja, toch? Ja, Sandra vindt het nice zo te horen. Dat is helemaal leuk. Even kijken. Stil eens. Hoor je ook dat gebrul? Sandra, was jij dat? Alweer stil. Nee. Zouden de leeuwen zitten? Ja, een leeuw. Eindelijk. Blijf wel op afstand. Je zal niet de eerste zijn die wordt opgegeten, zo te zien. Oh shit, er ligt allemaal bloed weer hier. Het is wel een ligubere attractie, dit. Eentje staat er gewoon midden voor. Ja. Dennis, kom eruit. De sauna doe je volgende keer maar. Ik ben Belg. Moet je springen, wat staat hier? Ik ben alleen heet. Ja, je bent hot. Je hebt het overleefd, maar wat een mooi beest is het. Hopelijk komen we er nog meer tegen. Wat denk jij, Sandra? Gaan we er nog meer tegenkomen? Ik denk het wel. Ja, je denkt het, maar weet je het zeker? Ik weet helemaal niks zeker hier. Wat vind je tot nu toe van de attractie, Sandra? Is het een leuk avontuur? Ik vind het tof. Oh, tof. Ja, ik vind het tof. Wat ziet deze grot er trouwens griezelig uit? Dennis, doe je benen dicht. Gauw naar de uitgang. Ga naar de uitgang. Dit ziet er oude allemaal uit. Hopelijk stort de brug niet in. Oh, shit. Ik ben er beneden gevallen. Nil dit. Shit, hey. Nil dit. Opnieuw. Shit. Staat er iemand in brand? Opnieuw. Gelukkig hebben we de fly modus. Nee, niet ziet. Nou. Oké, ik zag die gaten hier ook gewoon niet, hè, dit. Ik ben beneden gevallen. Nee. Ook zoveel mensen zijn hier. Hoe kan je hierover jumpen dan? Oh, dit gaat wel. Spring, kan knecht. Oh! Nice. Dit is een rotjump hoor. Waar ben je? Waar ben je? Kom maar springen, ga maar springen, Sandra. Je kan het. Ja, oh, bijna! Je kon gewoon aan de zijkant lopen. Je kan gewoon zijwaarts lopen hier. Oh, dat is cheaten. Oh, wauw. Oh. Kom maar. Ja, je kan het, Sandra. Het is hier echt freaking busy. Zou er vanaf hier nog leeuwen te spot zijn? Kijk goed, misschien... Oh, dat bordje verdwijnt. Misschien zie je nog wel een paar. Even kijken, zien we hier leeuwen? Misschien zijn er wel wat leeuwen neergezet. Ik zie wel apen. Nope. Sandra staat er ook. Ik zie hier de rest... aap. Ja, dat is een grote aap. Ik zie hier voor de rest geen apen meer. Ik loop hier aan de zijkant maar even langs. Och! Ach en wee. Ja, hoe kan je nu springen hier? Langslopen. Ja, rondlopen. Oh my god, ik ben weer gevallen. Iemand duwde me. Ben je bevallen? Ik kan niet. Maakt het een beetje donker in mijn kamer voor het licht. Hier aan de zijkant lopen, meneer en mevrouw Knecht. Waar is die Knecht? Ergens. Ja, oei, zo, ja, we gaan naar beneden. Ik denk dat... Gelukkig, we zijn veilig uit de grot gekomen. Ja, en kijk eens wat we daar hebben. Nog meer leeuwen. Oh, wat een schatje. En hij kotst vuurwerk. Dat doe ik ook wel jaarlijks. Wauw, nog een leeuw. Vind je dat mooi leeuw mooi? Weer zijn aai, hè, Sandra? Nee, dan moet ik misschien wat. Ja, misschien wel, ja. Ben je al in het spookhuis geweest, Sandra? Wil ik niet. Oké, toch nog 2 leeuwen extra gezien. Wat een geluk. We gaan de volgende aflevering spookhuis even doen. Dat is leuk. Ja. Oh nee. Tof. Nou, dit is een hele fantastische attractie. Wat een spannende tocht. We hebben veel mooie dieren gespot en onze angsten overwonnen. Welke angst? De grotangst. De grotangst. Nou, dit was de Lion King attractie. En ik wil daarom Sandra en iedereen ook bedanken voor het meedoen aan deze video. Volgende keer gaan we het spookhuis in. Dus dat is zeker weten kijken. Het wachten waard. Hou het in de gaten. Nou ja, tot de volgende keer. In deze kracht. Doei, doei. Tot volgende keer. Doei. Tot dan.